Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Piet Koolruit maakt deel uit van de bekende Koolruit-familie. Maar ondanks de vermoedende naam creëerde hij volledig een eigen weg binnen het sociaal ondernemen. Met het motto dat sociaal ondernemen en geld verdienen wel hand in hand kunnen gaan, richtte hij Impact Capital op. Daarnaast heb je ook Impact House, een hub voor sociale ondernemers, en zet hij zich actief in voor het klimaat met Sign for My Future. Welkom Piet Koolruit, heel leuk om jou hier te hebben op onze podcast. Welkom, dag Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zet al koffie aan het drinken, dus ik weet dat je al een beetje een koffiefan bent, maar hoe drink jij jouw koffie het liefst? Op zich vrij straffe koffie, maar dan wel een vleugje melk erin. Dus dat is flauwe koffie met melk. Dat is helemaal niet lekker. En alleen straffe koffie is ook misschien. Dus er moet altijd een beetje van de twee in zitten. Straf en een vleugje melk. Dat hebben we goed onthouden. Maar Piet Koolruit, wie ben je eigenlijk? Of beter gezegd, wie is Piet zonder Koolruit? Dat is de vraag van waar ik al 50 jaar mee bezig ben. Nee, ik ben dus 50 jaar. Ik ben op zoek al een hele tijd van wat is mijn rol en wie ben ik. En ik heb een stuk door sociaal ondernemerschap te ontdekken 10 jaar geleden echt wel het gevoel gevonden te hebben wat mij drijft. En dat is die combinatie. Enerzijds het ondernemende, dat waarschijnlijk van de ene kant van de familie zit, en het sociaal-maatschappelijke dat mij echt ook wel na aan het hart ligt. En volgens mij kan je die combineren. En niet door een model van eerst winst maken en dan een beetje goed doen, met uw rechterhand nemen en uw linkerhand dan dingen kruimels geven. Dat is niet het model waar ik voor sta. Ik ben echt op zoek, kan je die twee niet combineren door in wat je doet onmiddellijk ook positieve impact hebben. En als je dat kan doen, ook als beroep, en daarvan je geld verdienen, dan eigenlijk is het een win-win voor iedereen. Ja, mooi. Ja, je naam verklapt het natuurlijk al. Je bent onderdeel van de Koolruit familie. We gaan zometeen veel dieper ingaan op wat jouw rol is binnen Impact Capital. Maar eerst even, Koolruit, wat is daar nou jouw rol in? Want Jeff Koolruit is jouw neef, als we dat goed begrepen hebben. Maak jij zelf nog onderdeel uit van de groep en wat is dan jouw rol daarbinnen? Eigenlijk is vooral mijn rol nog in de familieholding boven Koolruit eigenlijk. En daar ben ik een van de 4 bestuurders naast. De Coris hebben we dat dan. Coris is de holding. En daar gaat het over investeringen en over proberen ook positieve impact te hebben. Dus in die zin is dat heel gelijkaardig van wat ik met Impact Capital doe. Dus mijn rol, natuurlijk door mijn familienaam en door dat ik 10 jaar ook heel actief gewerkt heb als architect bij Koolruit en dat ik nog altijd mijn linken heb met verschillende mensen. Mensen spreken mij vaak over aan als ze een idee hebben rond meer duurzame landbouw of duurzame retail. Mm-hmm. En ze spreken mij dan aan. Meestal verwijs ik dan rechtstreeks door naar de juiste persoon. En dat is dan een stuk het netwerk. Waar Koolruit nog altijd een heel belangrijke organisatie is. Oké, en vond je dat dan? Hoe is het dan eigenlijk om binnen zo'n groot familiebedrijf als Koolruit op te groeien? Had je een beetje het gevoel dat er veel verwachtingen waren? Of is het iets wat je zelf altijd hebt willen doen? Ben je erin gerold? Wat vond je daar zelf van? Ik heb 36. Ongeveer neven en nichten. Dus wij dat zijn wat wij noemen de derde generatie. Dus we hadden ook, of mijn ouders en hadden veel kinderen, dat is duidelijk. En het is in die grote groep dat je je afvraagt van wat is uw rol daarin. En is dat tof of is dat niet tof? Ik ben geboren in Halle met de familienaam Koolruit, maar als in Halle is Koolruit natuurlijk mijn naam. Allee, als grootste private werkgever. Iedereen zag vooral mij als Koolruit. Ik heb dat vroeger ook al eens verteld, dat ik altijd het een heel gênant moment vond als ik op het voetbal gevraagd werd en er werd de namen omgeroepen om de schoenen te laten controleren bij de scheidsrechter. En dan werd er Koolruit geroepen en dan
zag ik de omstanders al opmerkingen maken. Oh, dat is een van die rijke familie of zo. Altijd die. Ja. Dus ik werd altijd geassocieerd met die rijke familie. Van. En dus in die ben ik bewust ook niet in Halle willen gaan wonen later. Omdat ik dat eigenlijk eerder als een druk zag. Ja. Expliciet is er nooit verwachtingen geuit. Ik had ook het voordeel dat ik het derde kind in ons gezin was. Waardoor dat de druk meer bij mijn zus en mijn broer, oudere broer en zus lag. Maar wel als voordeel dat ik kon meegaan en veel leren. En, veel, en ik ben heel geïnteresseerd altijd geweest in wat Colruyt deed en in het ondernemen in het algemeen. En dus door als klein broertje mee te gaan met die andere twee, heb ik heel veel, zonder veel druk, eigenlijk kunnen bijleren. En op een bepaald moment heb ik zelf wel in 2000 gezegd, dan wil ik hier wel toe bijdragen. En ben ik bij Colruyt beginnen werken in het jaar 2000, dus 20 jaar geleden. En dan vrij snel ook bestuurder geworden in opvolging van mijn vader. Waardoor ik dan een heel breed zicht kreeg over wat ja, een onderneming allemaal inhoudt. En door dan ja, ook met investeren bezig te zijn. Ik ben zelf moeten economie gaan studeren. Omdat het qua opleiding ingenieur, architect en filosofie had ik dat niet gehad. Maar het is heel duidelijk dat dat mij enorm boeide ook om... En zeker die combinatie, hoe kun je goede dingen doen door je geld op een goede manier in te zetten. Mm-hmm. Is dat eigenlijk ook al heel erg in je bloed? Ik denk dat dat in het algemeen ook in het bloed, in het DNA zit van heel veel mensen. En ik ben niet de enige in de familie, integendeel. We zijn met heel veel mensen die eigenlijk proberen niet alleen veel geld te verdienen, nee, geld verdienen... Naast, eigenlijk is dat maar een middel om dingen te kunnen bereiken, om dingen te kunnen veranderen. Ja, heel mooi. Nu, familiebedrijven hebben een specifieke dynamiek. Mijn eigen man heeft een familiebedrijf en dat werkt op een heel andere manier dan een bedrijf waar je gewoon zelf kiest, medewerker kiest, partners kiest. Wat zijn voor jou de drie inzichten die je vanuit een familiebedrijf hebt kunnen meenemen? Want ik veronderstel dat het niet altijd gemakkelijk is geweest om enerzijds die familieband te behouden en daar genoeg aandacht aan te besteden. Anderzijds ja, zijn dat ook de mensen met wie je werkt en moet je bedrijf groeien en vooruit gaan. Wat zijn daar jouw inzichten in van hoe een familiebedrijf anders is of hoe dat die zich, ja, hoe dat je daarmee omgaat? Misschien belangrijk voor ons bij Colruyt was het altijd zo. En het is helemaal niet zo dat wij alle 36 neven en nichten bij Colruyt gaan werken zijn. Dus er is maar een klein groepje die uiteindelijk echt gaan werken is voor Colruyt. Maar we zijn wel allemaal aandeelhouders en vieren aandeelhouders. En het is in die zin wordt alle manieren van betrokkenheid geapprecieerd. Het is niet alleen diegenen die echt erin als werknemer of als directeur willen gaan werken, maar ook mensen die gewoon... ondersteunen en heel fier en tevreden en een stukje uitdragen dezelfde waarden die toch wel gedeeld zijn in de familie. Wat dat belangrijk is ook om te zeggen dat we nooit gepistoneerd hebben of dat we eigenlijk altijd gezegd hebben, nee, als je als familielid moet je ook onderaan de ladder. Je moet ook in de winkel beginnen met rekken te vullen en je moet alle jobs ook doen. Dus het is helemaal niet zo dat je als familielid een voorkeursbehandeling krijgt. Dat is natuurlijk in principe zo, maar als ik daar als Colruyt ging gaan werken, wist natuurlijk iedereen dat ik de zoon was van de zoon van. Dus in die zin is dat een stuk een intentie vooral, maar het gaf ook wel bijna druk. Je moest bijna beter zijn als familielid, want anders wordt er gezegd van, je kreeg het zeker niet in de schoot geworpen. Dat is één bedenking rond familiebedrijven. Dus niet pistoneren, niet sowieso een job aangeboden krijgen. En wat dat een belangrijk verschil voor mij, voor familiebedrijven tegenover puur commerciële of beursgenoteerde bedrijven, ik noem dat familiebedrijven, maar in België gaat dat ook over KMO's vaak, die gewoon echt eerste generatie of tweede generatie KMO's, is gewoon dat lange termijn denken. En dat is fundamenteel verschillend met een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. Als je daar op elk kwartaal moet afgerekend worden en alleen maar op de beurskoers, op de aandeelhouderswaarde afgerekend worden, ja, dan kun je geen visie uitbouwen op lange termijn die goed zou zijn en misschien niet zo snel geld opbrengt. Dat kan je wel met een familiebedrijf. Als je in families en familiebedrijven denken we in generaties, dat is in 25 jaar, dat is totaal iets anders dan in 4 maanden denken. En dat is een voordeel
dat ik denk dat eigenlijk niet zo ver afstaat van wat dat sociaal ondernemen is. Nee. Sociaal ondernemen probeert ook die combinatie. Het is niet alleen maar voor die aandeelhouders. Je bent uiteindelijk gemaakt deel uit van de maatschappij. Je bedrijf is in een bepaalde buurt. Je probeert ook daarmee rekening te houden. Je moet rekening houden met je werknemers sowieso. Want je klanten, als je je klanten niet bedient, dan gaat je ook geen winst maken. Dus in die zin moet je met alle belanghebbenden, alle stakeholders rekening houden. En dat is iets dat een familiebedrijf gemakkelijker kan, omdat dat dan, ja, er is patient capital, er is geduld. Mm-hmm. Eigenlijk is het voor wat we het liefst hebben, is dat we binnen 50 jaar nog bestaan. Ja, ja. En je hebt het zelf al in vorige interviews heel mooi beschreven, dat je binnen jouw familie ook verschillende types hebt, hè, die echt een meerwaarde hebben, omdat ze heel anders zijn en daar juist een mooie synergie tussen bestaat. Mm. En je beschrijft 4 types, als ik me niet vergis. De denkers, de, ik moet dat even spieken, de artiesten, de ingenieurs en de commercianten. Dat klopt. En dat is ook zo aanwezig binnen die familie, dat iedereen daar zijn eigen, ongeacht dat niet iedereen per se daar werkt. Misschien nog een mooie anekdote, want ik heb inderdaad dat de eerste keer dat ik eigenlijk een interview gegeven had, dat was voor De Tijd, dat was in 2012, toen ik ons eigen Social Impact Fonds opgericht had, is I2 Fund, en we wouden ook extern kapitaal aantrekken, dus was de voorwaarde dat ik daarmee ook naar buiten moest komen, dus dat was de eerste keer dat ik een interview gaf, en toen had ik dat verhaal verteld van de 4 types binnen de familie Colruyt. En het mooie was, zeker in dit kader, misschien om te vertellen, dat ik de dag nadien een mail kreeg van mijn toen 85-jarige tante. Tante Anne, die mij mailde, die zei van, Piet, ik denk, dat is heel schoon, maar ik denk dat je iets vergeet. Je hebt geen 4 types, je hebt ook de idealisten, de dromers. En dat is van uw moederskant, dat heel duidelijk komt. Okay. Dokter Frans Hemerijks was een Melaatse dokter, die eigenlijk zijn leven lang mensen geholpen heeft in Afrika en Indië. En ik vond dat heel mooi dat zij mij daarop wees van, ja, maar Piet, jij bekijkt u alleen vanuit de mannelijke lijn, van de Colruyt-familiekant, maar het is heel duidelijk dat dat idealistische misschien van de andere kant er ook in zit. En dat is dus het 5e type dat er moet toegevoegd worden. Ja, en dat is zeker een heel mooie aansluiting met wat je vandaag doet. Hè? Hm. Ik denk dat we dat hier wel kunnen zeggen. Zeg maar. Uiteraard, naast Colruyt heb je dus ook Impact Capital. Dus jij investeert in sociaal-maatschappelijke projecten, als dat klopt. Ja. Dus omdat je er echt wel in gelooft dat goed doen voor de maatschappij effectief wel samengaat met geld verdienen en dat eigenlijk op een goede manier samen te brengen. Samen kan gaan. Of samen kan gaan. Vertel daar eens wat meer over. Wel, een sociaal ondernemer die vertrekt eigenlijk meestal vanuit een maatschappelijke uitdaging, een probleem. Eigenlijk vaststellende dat bepaalde dingen in de wereld niet lopen of niet draaien zoals ze zouden moeten of kunnen draaien. En in plaats van te roepen, ja, het is de schuld van de bedrijven of de schuld van de politici, van de zakkenvullers, van allemaal. Sociaal ondernemers steken zelf hun nek uit en doen er iets aan. En die zeggen van, ja, maar misschien kan ik wel een oplossing daarvoor bieden. En dat is de basis van ze vertrekken van een verontwaardiging en ze willen oplossingen bieden. Constructief, en ze willen dat zelf doen, ze willen hun nek uitsteken. Het is dat type sociaal ondernemers dat mij interesseert. En vaak zoeken die businessplannen en zoeken die investeerders en zoeken die een netwerk en zoeken die markten. Het is op dat vlak dat wij proberen met Impact Capital, met Impact House, proberen die te ondersteunen. We zien dat die van alles nodig hebben. Die hebben een stuk coaching nodig, die hebben soms experts nodig, die hebben soms geld nodig, die hebben allemaal zo'n zaken nodig. Het is net door die te combineren en te zeggen, laat ons alle partijen die eigenlijk ook geïnteresseerd zijn in die innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, laten we die ondersteunen. En door die te ondersteunen, soms financieel, soms met een netwerk. Eigenlijk is dat heel verschillend wat mensen of wat bedrijven in verschillende fases ook nodig hebben. Soms is het echt in het begin iemand puur met een idee en je moet hem helpen om een geïntegreerd business, hem of haar helpen, een businessplan te maken. En geïntegreerd, daarmee bedoelen we dan dat het niet zo is dat dat model wat ik in het begin beschreef, met uw rechterhand dingen nemen, veel geld verdienen en dan gaan we nog een keer iets goed doen en we gaan met onze linkerhand een beetje teruggeven. Nee, een geïntegreerd businessplan wil zeggen
een sociaal en businessplan, dat je eigenlijk hoe meer omzet dat je doet, hoe meer positief dat je bijdraagt. En dan is het geen trade-off, dan is het geen keuze dat je moet maken van ga ik nu goed doen of ga ik geld verdienen. Nee, hoe meer dat je probeert omzet te draaien, hoe meer goed dat je doet, mm-hmm. hoe meer geld dat je kunt verdienen. Dus zoeken, iemand helpen om zo'n businessplan geïntegreerd social en business tegelijk te maken, dat is één dingetje dat we doen. Daarnaast zien we dat die mensen ook vaak geld nodig hebben. In het begin dachten we, dat eerste 50.000 euro, die vinden ze wel elders. Want er zijn familie, zijn we vrienden en 3F'en wordt dat dan in investeerderstermen, friends, fools en family, die die eerste investering doen, of business angels. En wij dachten, maar tussen de 100.000 en 1 miljoen is het eigenlijk de grote funding. Dat is echt een probleem. Waarom? Ja, ze vinden het is te klein eigenlijk voor de grote private equity en venture capitalisten. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Of te hoog risico en te laag rendement. Dus daar was een gap en dat was de reden dat wij in 2012 een social impact fonds gestart hebben. Maar dan zien we dat dat niet zo is, dat niet iedereen die vrienden en familie heeft, die eerste 50.000. Dus eigenlijk heb je ook zaaikapitaal nodig. En dan hebben we gezegd, we gaan een zaaikapitaalfonds oprichten. Maar dan zien we dat sociaal ondernemen perfect eigenlijk matcht met crowdfunding. Omdat crowdfunding voor sociaal ondernemen, mensen zijn bereid om wat hoger risico te nemen en vinden dat sympathieke lokale projecten vaak. Dus crowdfunding, dan dacht ik, we moeten ook een crowdfundingplatform hebben. En dus Lita is hier ook in ons gebouw aanwezig. Dat is echt een gespecialiseerd crowdfundingplatform, alleen voor social enterprises. En dus dat zijn allemaal verschillende financieringsmodellen. Naast dat coachen en dat helpen om businessplannen te maken, naast een stuk accelerator en een pool van allemaal experts. Als er iemand financieel of marketingkennis of andere zaken nodig heeft, dan wij kunnen zeggen, kijk, dat zijn vaak mensen met veel ervaring, die op hun 50ste jaar zich ook afvragen van, is dat nu? Ze werken dan in een groot bedrijf en ze hebben veel geld verdiend. En we zien heel veel mensen die bereid zijn om wat minder geld te verdienen en heel toffe initiatieven te ondersteunen. En die proberen we hier in Impact House samen te brengen. Ik denk dat dat echt een heel goed initiatief is en dat dat zeker wel nodig is, inderdaad. We merken ook dat er zijn heel veel ambitieuze mensen daar, die dat wel heel veel goede dingen willen doen, maar het is niet altijd gemakkelijk om te ondernemen en je weg daarin te vinden. Hè. Ik denk dat misschien ook de vraag is, wat maakt nu een project een sociaal-maatschappelijk goed project voor u dan? Of op welke basis beslissen jullie dat een project goed genoeg is om dan te steunen of te financieren? Ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat iedereen wel een beetje het gevoel heeft dat we in een tijdperk zitten, dat mensen het ook veel belangrijker vinden om het ecologischer en maatschappelijker te maken, dat mensen veel meer goed willen doen. Maar wat bepaalt nu eigenlijk echt dat een project dan sociaal-maatschappelijk is? Wij spreken over impact en we bedoelen natuurlijk positieve maatschappelijke impact. En dat kan op alle gebieden zijn. Dus het gaat niet alleen over hoeveel jobs hebben we gecreëerd of wat heb je nu, hoeveel CO2 hebben we bespaard. Dus het kan heel breed gaan. Er zijn, als er iemand met een initiatief start om oudere mensen uit de eenzaamheid te helpen, dan is de CO2 niet zo van belang. En het is misschien ook niet zo belangrijk dat je heel veel jobs creëert. Misschien, dus het kunnen heel veel verschillende, wat wij dan social KPI's noemen. Dus, we zijn op zoek naar wat voor deze bepaalde maatschappelijke uitdagingen, wat willen we echt gaan meten. En voor mij, over impact meten, daar kun je boeken over schrijven. Daar bestaan gigantische moeilijke methodologieën voor. Wij gebruiken eentje daarvan, SROI, dat is Social Return on Investment, SROI. Maar dat is eigenlijk een vrij ingewikkelde manier om te valoriseren, in geld uitdrukken van wat dat allemaal positieve en negatieve impact is. Zodanig dat ik denk van, is dat nu het belangrijkste dat we dat allemaal beter gaan meten en dat allemaal tijd gaan insteken? Mm-hmm. Voor mij is eigenlijk de intentie het allerbelangrijkste. Als er voor mij mensen zitten die eigenlijk zeggen van, kijk, we vertrekken vanuit dat maatschappelijk probleem en we willen daar iets aan doen, en ze denken een oplossing gevonden te hebben, dat is voor mij al voldoende om er interesse in te tonen. Maar natuurlijk door dieper te graven en door vast te stellen dat misschien dat er ook wel heel veel negatieve impact is van de oplossing die iemand voorstelt, dan zie je het verschil tussen iemand met de intentie om goed te doen, die gaat dan inderdaad zeggen, dat kunnen we niet doen. Terwijl als het iemand is die alleen maar
veel geld wou verdienen. Nu zeg van, ja, dat is allemaal niet zo erg, we gaan dat gewoon verder doen. Voor mij maakt dat het verschil uit. Wat is iemand zijn intentie? En daar zien we eigenlijk ja, dat de meeste mensen wel degelijk heel positieve intenties hebben. En dus dat ze bereid zijn om ook eventueel negatieve dingen, om daarover na te denken en om dat eventueel aan te passen. Oké. Okay. Mooi. Super interessant. En dan als je... Welk? Nee, ik zei dat super interessant is. Inderdaad, zeker als je kijkt naar de intentie en als je op fouten aanduidt, hoe dan een persoon reageert op die fouten of op die middelen die dat dan niet zo goed werken. Dus dat denk ik wel heel leuk om te zien hoe de mensen daarop reageren en op basis daarvan iets te beoordelen ook. En ja, ik heb al vaak dat voorbeeld gegeven, maar ik vind het een heel mooi voorbeeld. En het past ook in deze podcast. Ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen. Ja, dat weet ik niet. Afripets. Nee? Van de Porsche? Nee. Ah, nee. Afripets is eigenlijk een onderneming in Oeganda. Het is uiteindelijk in Nederland opgestart, een Nederlandse BV. En ik heb dat verhaal gehoord in 2011 op een impact-investeringsconferentie in Amsterdam, waar Paul en Sonja, een Canadees koppel, kwamen vertellen dat zij als ontwikkelingssamenwerkers in Oeganda gezien hadden dat er een groot probleem was dat meisjes gemiddeld 15% minder naar school gingen dan jongens, gewoon omdat maandverbanden te duur waren. En dus 3 dagen in de maand ongeveer bleven ze thuis, kregen achterstand in de school, ze vielen vroeger uit, ze trouwden vroeger en kregen meer kinderen. Dus om daar iets aan te doen, hadden zij als idee, kunnen we niet wasbare maandverbanden. Dus in katoen kunnen wasbare maandverbanden maken. Er is genoeg zon in Oeganda, er is genoeg water om ze te wassen. En je kunt dat dan doen aan 70% lagere prijzen dan de gangbare wegwerp maandverbanden. En door dat te doen, zeiden van ja, ze zochten investeerders en op die conferentie kwamen ze dat vertellen en ze zochten nog 50.000 euro. Ze hadden al 50.000 euro met 25 of 30 Nederlanders gevonden en ze zochten dus in totaal nog 50.000. Maar wij hebben een fondsje waarin dat we tot 50.000 euro vrij snel gewoon ja of nee kunnen zeggen. Ik vond dat een tof verhaal. Ik zei, als je ze echt niet vindt, kom dan nog eens terug en dan gaan we gewoon dat bekijken. En dus eigenlijk heb ik toen daarin geïnvesteerd en dat was één... Ik had nog nooit in Oeganda. Ik was nog nooit in Oeganda geweest. Ik weet helemaal niks over maandverbanden. ik ben helemaal geen investeerder in Afrika. Maar het is het verhaal waarom dat zij dat vertellen dat mij overtuigde om dat te doen. En dat was achteraf gezien een schot in de roos. Dat is ondertussen zijn ze ook actief in Kenia. Willen ze naar Nigeria starten. In Malawi zijn ze actief. Naar Zuid-Afrika gaan. Er werken 160 mensen. Ze maakten $300.000 winst. En ik ben een van de grootste aandeelhouders, puur door daarin te geloven. Ik heb daar voor de rest 0,0 meer toe bijgedragen, buiten dan dat ik hen geloofd heb in hun verhaal. Maar als ik hen dan vroeg van wat dat lessons learned waren, wat dat de belangrijkste dingen zijn die zij als ondernemer, als jonge ondernemerskoppel, ervaren hebben, en dan zeiden ze van kijk, wij moeten 1 keer per jaar naar de algemene vergadering in Utrecht gaan, waar dat dan die 30 Nederlandse aandeelhouders ook zitten en ik. En hadden we toen geluisterd naar allemaal die suggesties van de aandeelhouders, die zeiden van ja man, uw plastic is verpakt in plastic, zullen we geen biodegradable plastic gebruiken. En uw katoen, dat komt van China, ze hadden geen lokaal geproduceerd katoen. En uw katoen, waarom doen we dat niet biologisch? Want je zou... Hadden we daar allemaal naar geluisterd, dan waren we failliet geweest. En dan hadden we geen meisjes geholpen. Uiteindelijk moet je focus hebben als ondernemer. Ja. En hun focus was, ze willen die meisjes goedkoper maandverbanden aanbieden. Dat is hun focus. En dan was het Chinees en was het niet biologisch en was het in plastic verpakt. Ja, een beetje nu een battle kiezen. En daar, ja. En ik vertelde dat verhaal ooit op een conferentie waar een professor zei, maar Piet, dan blijf je toch gewoon negatieve impact ondersteunen, want dat plastic en zo komt dan te... En ja, je kunt natuurlijk proberen 100% goed te doen, maar als het dan niet werkt, doe het dan goed of doe het dan eigenlijk minder goed. In mijn ogen is het oké als je 80 of 90% goed doet en dat je dat dan ondersteunt. En natuurlijk, als ik Paul en Sonja vraag, wilde dat niet vervangen, die bioplastics? Natuurlijk, wat zouden zij graag naar bioplastics overgaan als dat betaalbaar wordt? Of als de andere plastics bijvoorbeeld belast worden, dan zullen ze wel moeten... Maar je kunt niet alles in 1 keer oplossen. En dat zie ik heel vaak gebeuren. Ook mensen hier met goede bedoelingen die ergens een VZW hebben en ze zoeken naar nieuwe inkomsten. En dan hebben ze het idee om, we gaan een keer een eigen restaurant openen en we gaan dat dan
biologisch en fairtrade en vegetarisch. En het zal aan zeer lage democratische prijzen zijn. Het zal heel tof ingericht zijn met allemaal de meest ecologische materialen. Het zal CO2-neutraal zijn. Het gebouw en iedereen fantastisch. En mensen met een handicap kunnen daar te werk gesteld worden. En ze gaan nog veel verdienen ook. Dat gaat niet, allemaal die dingen samen. Je moet kiezen. Dus als investeerder, dat is een van de dingen die we het vaakst moeten doen. Dat is zeggen, ja, focus. Wat wil je eigenlijk oplossen? En als je dat wilt oplossen, oké. Probeer dan op de andere dingen misschien gewoon te doen. En probeer dan gewoon. Ja. Maar kies je battles, inderdaad. Maar een heel boeiend verhaal, denk ik. En heel mooi om, denk ik, inderdaad, als je... Ik zie dat veel mensen die proberen goed te doen en dan worden afgerekend omdat ze dan op een ander vlak, wanneer een focus is, worden afgerekend omdat dat inderdaad niet matcht met oh, maar jij wilt inderdaad toch vegan zijn of mega bio zijn, maar je hebt wel dat of je hebt wel dat. En ik denk, ja, beter iets goed te doen dan het gewoon te laten omdat je niet alles tegelijk goed kunt doen. En inderdaad, die focus dat heel belangrijk is. Ja. Absoluut. Eventjes over ondernemen, hè, want dat is, daar gaat het over. Je hebt beide kanten gedaan. Wat ik heel interessant vind zelf, als onderneemster, als ik dat zo mag zeggen, dat enerzijds je geboren bent in een heel groot bedrijf dat heel veel mensen heeft en daar al wel wat gewicht en wat kracht had. Anderzijds heb je ook iets volledig zelf uit de grond gestampt. Je bent zelf verantwoordelijk voor Impact House. Die beide zijn heel interessant, denk ik. Je hebt ongetwijfeld enorm veel geleerd vanuit je familiebedrijf. Wat zijn de dingen die je hebt meegenomen als ondernemer binnen je eigen bedrijf? Of wat zijn de dingen dat je zei van, goh, dat vind ik heel belangrijk, dat ik me meer daarop focus en dat er misschien niet was binnen de groep? Ik denk onmiddellijk aan de zaken die mij heel hard boeien vandaag. Nog als ik keuzes maak, want ik investeer niet, je kunt ook niet in alles investeren. Dus ook ik heb een beetje een focus. Ik heb niet veel focus, maar mijn focus is impact en positieve impact. En binnen die impact is bijvoorbeeld klimaat iets dat mij ongelooflijk na aan het hart ligt. En dat is een stuk gekomen dat we in 1999 de eerste windmolen in Vlaams-Brabant was bij Colruyt. En dat we zien dat dat eigenlijk wel ook werken, dat er op zich een positieve bijdrage kan leveren en dat we eigenlijk nog meer windmolens zouden moeten zetten. En door dan in 2002 echt expliciet op zoek te gaan naar waar kunnen we daarin verder gaan investeren. Met Coris hebben we dan ook beginnen investeren eerst in onshore wind en dan offshore wind. En je ziet dat daar eigenlijk, en dan komt een advocaat, Roger Cox, tegen die vertelt van ja, maar in een maatschappij, we hebben echt een probleem. IPCC is heel duidelijk. We hebben nog 10 jaar om die overgang te maken. En we gaan er helemaal niet komen met deze manier. Dat zijn allemaal zaken die voor mij een stukje, door die contacten en die ervaringen bij dat groter bedrijf, heb ik daardoor interesse in energie en klimaat gekregen. Hetzelfde eigenlijk rond voeding. Als ik bezig ben nu met alternatieve manieren van stadslandbouw of zo. Er bestaat heel veel toffe initiatieven daar rond. Maar natuurlijk, met mijn achtergrond kan ik dat ook wel snel beoordelen in hoeverre dat eigenlijk wel klopt. Want we hebben daar bij Colruyt natuurlijk ook veel naar gekeken. En dus bijvoorbeeld als architect bij Colruyt, en ze wisten een beetje dat ik een groene jong was, dan kwamen er veel mensen mij voorstellen of zouden we geen serres op het dak van de Colruyt zetten. Om dan echt korte keten in de praktijk te brengen. Korte keten, je worteltjes en je komkommers boven en dan beneden in de winkel verkopen. Maar we hebben dat 100 keren bekeken, maar dat is absoluut nonsens. Dat is helemaal niet efficiënt om proberen je worteltjes en hoe gaat er die kwaliteit controleren, wie gaat dat uitvoeren. Je moet je dak helemaal verstevigen om daar allemaal die dingen te kunnen doen. Dus dat is meer een marketingtruc, om mensen proberen over die korte keten bewust te maken. Maar ik denk dat dat eigenlijk een verkeerde manier is, dat een niet-efficiënte manier is, die eigenlijk ook geld kost en met veel subsidies kan overleven. Wat zijn er dan aan het zeggen? Dat eigenlijk duurzaam leven alleen maar kan met subsidies en zo. Dus ik denk dat we dat beter niet moeten doen dan wel moeten doen. Dus in plaats van dat promoten, zouden we dat eigenlijk niet moeten doen, in mijn ogen. Hetzelfde met de kleine windmolens. Eigenlijk, je wilt toch in energie investeren. Zouden we geen kleine microturbinetjes op de gevel zetten? Maar dat is absoluut nonsens. Dat kost ik weet niet hoeveel geld. Dat is altijd kapot. Dat is helemaal... Terwijl dat je daar een perfect plat dak hebt om zonnepanelen op te zetten die eigenlijk geen onderhoud vragen en die wel degelijk rendabel zijn zonder subsidies. Ja. Dus zo van die dingen
kan ik vaak reflecteren naar, ja, maar dat is al 100 keren bekeken. Heel veel van die toffe kleine initiatieven. Ja, soms, ja, kijk ik daar niet verder naar. Gewoon vanuit mijn ervaring, dat ik denk, dat gaat niet werken, dat kan niet. Ja. Soms onterecht, hè. Soms komen ze met dingen af die inderdaad misschien toch wel werken. En dat ik dan achteraf zie dat, ja, heel het model aan het shiften is. Dus soms is dat een nadeel dat ik vanuit mijn ervaring, dat ik een beetje denk van, ja, maar nee, dat zal wel niet gaan. Maar dus dat is zeker iets dat ik meeneem. Langs de andere kant is het fantastisch bij Colruyt. Allee, wat dat ook in het DNA zit rond efficiëntie, zoeken naar dingen proberen en weweten, als je 10 nieuwe investeringen doet, daarvan zijn er 2 of 3 die direct fout lopen. En dan zijn er 4 of 5 waarvan dat je eigenlijk geen cent verdient, maar dat je na hard werken net je kop boven water kunt houden. En dan zijn er 1 of 2 waar dat je echt geld kunt mee verdienen. En die wordt verteld. En dus ik weet dat al sinds 2000, bij wijze van spreken. En ik pas dat natuurlijk ook nu toe. Ik weet dat ook. Hè. Als we nieuwe dingen doen, daar gaan er veel zijn die helemaal niet gaan werken. Maar is dat een reden om ze niet te doen? Nee. Als je wilt sociaal ondernemers ondersteunen, moet je eigenlijk heel breed proberen al die dingen mogelijk. En je zoekt natuurlijk naar die 1 of 2 succesproducten. Maar als je het alleen maar zegt, we gaan het alleen maar doen als we heel zeker zijn dat we veel geld gaan verdienen, dat gaat niet lukken. Dan gaat niemand er toe komen. Dus een soort kritisch en realisme die je hebt meegenomen vanuit daar dingen. Want je bent een denker, zo benoem je jezelf, klopt dat nog altijd? Dat deel, een goed ontwikkeld kritisch denken en een realisme, dat toch niet dromen kapot maakt, of dat niet de goesting om te ondernemen in te investeren in die sociale... En een stuk durven en anders zijn dan de ander. Allee, ik herinner me dat ik mij ooit aan mijn vader vroeg waarom de Colruyt-winkels soms op palen stonden en dat de parking eronder was, terwijl dat bij Carrefour en De Lijst juist ook een keer was. Dat was de parking op het dak. En dat was dan een heel eenvoudige uitleg van, ja, natuurlijk... Door de winkel erboven te zetten, moet je maar 3 meter stijgen. En 3 meter stijgen kunnen we perfect doen met een gangpad aan 1 of 2%. Maar als je 6 meter moet stijgen, dan is dat eigenlijk om aan de parking te geraken. Ja, dan moet je een lift hebben. En een lift was duurder dan een gewoon rolpad. Dus zo waren er redenen om dat anders te doen. Maar uiteindelijk kwamen ze terug van... Het allerbelangrijkste is dat we anders doen dan de anderen. Dus dat was op zich is dat al een argument geweest. En dat vind ik wel iets dat mij aanspreekt. Maar ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Nee, ik ook niet. Parking. En achteraf lijkt dan inderdaad dat dat ook handig is. Dat dan je auto droog staat. Dat de mensen met dingen... En dat het eigenlijk ook veel goedkoper is dan omgekeerd een zwaar dak te moeten voorzien. Dus er zijn wel dan achteraf nog heel veel andere goede redenen om dat zo te doen. Dus ondertussen wel al een beetje veranderd, hè? Want... We zijn verplicht voor een lift te doen. Er zijn parkings ook. Er zijn er liften en er zijn rolpaden die allemaal veel duurder zijn. Maar ook die zijn er gekomen. Er was vroeger 170 meter lang zo'n wandelpad aan 2% naar boven. Om te besparen op rolpaden. Maar ja, uiteindelijk nam dat 300 vierkante meter in 300 vierkante meter winkeloppervlakte. Ja, dat is eigenlijk efficiënter om dat gewoon als winkel te doen. En toch een lift op een rolpad te zetten. Dus uiteindelijk wordt alles zo bekeken van, ja, maar is dat... Ja. Is dat de beste manier? En je kunt dat negatief bekijken, dat is alleen maar om meer winst te maken. Maar je kunt dat ook zeggen van, nee, hoe efficiënter dat je bent, ook dat de mensen lagere prijzen hebben voor kwaliteitsvolle producten. Dat is goed voor iedereen. Je kunt de mensen meer betalen. Je kunt iedereen... Alleen, al die zoeken naar efficiëntie, denk ik dat dat helemaal niet in tegenstelling is met sociaal ondernemen. Ook sociaal ondernemers kunnen zoeken naar meer efficiënte manieren om hun doel te bereiken, om wat ze echt willen oplossen, om daar beter in te zijn. Ja, het is ook sowieso een goede eigenschap is dat ondernemers een beetje moeten hebben om altijd alles te herbekijken en te zien of dat dan nog altijd wel het beste is. Dat is zeker. En als de vraag daarnet was van wat uit Colruyt of uit die ervaring neem ik mee, of zou ik graag meenemen, want dat is een beetje... Ik vind het fantastisch, de manier hoe Colruyt erin slaagt om zijn mensen
te motiveren. Allee, veel mensen starten om bij Colruyt te kopen omwille van de lage prijzen, maar blijven omwille van het personeel dat zo vriendelijk is. Mm-hmm. Dan denk ik van, hoe doen ze dat? Dat is echt heel... Ja, dat gaat over misschien waarden die meegegeven worden. Dat gaat ook over ja, een stukje autonomie, dat mensen zelf hun zaken kunnen... Dat ze zelf het gevoel hebben van iets te kunnen veranderen. Elke persoon, juist omwille van die efficiëntie, is nodig, want anders zou Colruyt het zonder die persoon doen, bij wijze van spreken. Ja. Dus in die zin het gevoel hebben van, ja, maar ik heb wel degelijk een bijdrage. En dat is heel mooi hoe Colruyt erin, ook al is de retail een zeer slecht betaalde sector, erin slaagt om echt wel heel goede mensen ook aan te trekken die echt gemotiveerd willen bij Colruyt starten. Ik kan me ook somehow herinneren, als ik jonger was en nog... op middelbaar zat, dan zeiden we allemaal tegen elkaar, maar ja, als het niet lukt met de studies, dan gaan we allemaal wel gewoon in Colruyt gaan werken. Want daar begint iedereen beneden en kunt die zo hoog mogelijk opwerken als dat wil. Dat is een van de mooie dingen ook, dat er rond diploma's en zo, daar wordt echt niet naar gekeken. Nee, inderdaad. Dus totaal niet. Iedereen begint online. En vaak zien we zelfs dat mensen zonder diploma... Die eigenlijk schoolmoe zijn, die helemaal nooit iets in school, in dat schoolse systeem nooit gewerkt hebben en die dat dan bij Colruyt komen werken en daar willen bewijzen. Dat zijn vaak echt de beste mensen die ongelooflijk gemotiveerd zijn omdat ze iets willen bewijzen en dat zij harde werkers zijn die eigenlijk wel degelijk heel veel talenten hebben. En dan zien we dat die... Dus je kunt perfect zonder één diploma... Ja, zelfs tot directeur worden. Dat is, er is ook een hele... cultuur van doorstromen. Allee, wij noemen dat dan jobrotatie. En dat mensen in de financiën beginnen, maar dan uiteindelijk op logistiek gaan werken en uiteindelijk op HR gaan werken. En er wordt helemaal niet gekeken van iemand met die diploma moet dit de rest van zijn leven gaan doen. Maar hoe meer dat er van elkaar geleerd wordt, hoe meer fluiditeit dat er ook is, hoe beter ook voor het bedrijf. Ja. En hoe meer gestimuleerd dat iedereen zoals zijn leiderschapskwaliteit, of dat je nu in de rekken staat, of dat je nu directeur bent, dat je dat opneemt dan en dat je daarmee iets kunt doen. Binnen wat jij, je verantwoordelijkheid, en als je daar kunt aantonen van het werkt wat dan we doen en we kunnen het beter doen, dan kan iedereen eigenlijk een stuk groeien in zijn job. Mooi. Ja, super. Oké, we gaan de podcast een beetje keren, want we willen de luisteraars ook zoveel mogelijk concrete tips en informatie meegeven. Dus proberen ook wel heel concreet te gaan op een paar onderdelen. Want stel nu bijvoorbeeld, jij hebt heel veel kennis van financiering en je bent daar dus heel veel mee bezig. Maar stel nu, ik heb een sociaal-maatschappelijk project en ik heb daar 30.000 of 50.000 euro voor nodig. Hoe begin je daaraan? Ik vind dat zo moeilijk om... Als startende, en je hebt een mega idee, je zit daarmee bezig, je onderzoekt dat, je bent er volledig van overtuigd. Maar de stap is dan zo groot eigenlijk om ergens hulp te gaan vragen en te gaan zoeken achter hulp. Hoe begin je aan zoiets? Hm. Wat zijn de eerste stappen dat je moet doen om daar te komen? In Vlaanderen hebben we de Sociale Innovatiefabriek. En die willen echt allemaal nieuwe ideeën, ideeën voor sociale ondernemingen, die willen in het begin screenen en helpen en doorverwijzen. Dus de Sociale Innovatiefabriek is zelf geen fonds, heeft zelf geen financiering, maar ze hebben wel mensen met kennis van zaken van de markt, van wat dat allemaal bestaat. Ik wist dat niet. Bij elk intakegesprek dat zij dan doen, dat is sowieso gratis als je daar op intake gaat, geven ze je een lijstje met allemaal, ik denk dat je beter een keer met die moet gaan praten, want die is daar ook al mee bezig, of die persoon heeft daar al in geïnvesteerd, of je bent echt op zoek, je businessplan moet toch wel beter, ik denk dat je beter daar een keer langs gaat, om dat u te laten helpen daarin, of die persoon kan u die eerste financiering wel geven. Dus zij zijn echt de eerste doorverwijzers, in mijn ogen, in Vlaanderen. Aan de andere kant komen natuurlijk ook mensen rechtstreeks hier, bij wijze van spreken, in het Impact House binnen, waarvan dan wij moeten zeggen, ja, maar kijk, dit is veel te vroeg voor SI2Fund. Met SI2Fund beginnen we te kijken vanaf 300.000 tot 1,5 miljoen. En uiteindelijk zijn jij nu op zoek naar 30.000 of 50.000 euro. Maar misschien is het wel een zaaikapitaalfonds. Dus Oyasit zit hier ook in het gebouw. Je kunt wel een keer daar je voorstel gaan doen. Ja. Maar Oyasit zal ook eens zeggen, het is alleen een idee. Dus je businessplan hangt nog met haken en ogen aan een. Misschien moet je je toch laten coachen door Oxygen Lab. Of kunnen kijken of er geen acceleratorprogramma is waarin dat je kunt inschrijven, waardoor dat je eigenlijk een beter project kunt maken. Dus het stukje netwerken en doorverwijzen, dat is een stuk wat we hier ook met Impact House willen doen.
Maar als eerste, voor die eerste ideeën, denk ik van, ga het langs bij de Sociale Innovatiefabriek. En zij zouden nu, als je uit Gent bent, gaan ze misschien doorverwijzen naar de Punt of naar SWAF. Naar de, als je uit Antwerpen bent, gaan ze misschien daar een paar mensen kunnen aanraden die met gelijkaardige dingen bezig zijn. Ja, ik ken dat initiatief totaal niet. Nee, ik ook niet. Eigenlijk. Maar dat is wel heel goed om te weten. En dat is echt wel gespecificeerd op sociaal ondernemen. Sociale innovaties. Het zijn innovaties, maar dat gaat dan inderdaad heel breed. Dat kan nog eens dat voorbeeld van oudere mensen in eenzaamheid in Brussel. Dat kan zijn over milieu, klimaat. Maar dat kan even goed zijn over armoede, kansarmoede, onderwijs. Ja, er zijn heel wat uitdagingen waarvan mensen met nieuwe voorstellen komen. Dus het gaat bij hen altijd over innovaties, nieuwe dingen, maar sociale innovaties. Dus dat is niet voor puur technologische dingen, dan zijn ze bezig bij het FITO of bij meer technische instellingen. Maar als het gaat over eigenlijk wel dingen combineren van goede ideeën en denken dat daar een markt is en een oplossing. En zij kunnen nu ook wel zeggen, misschien kunnen in dit geval toch beter als een VZW opstarten en subsidies gaan aanvragen bij die of die. Ja. Maar meestal proberen zij de mensen te richten naar, zouden toch geen social enterprise, een sociale onderneming opstarten. En toch denken aan een model waarbij dat je die twee kunt combineren. Oké. Okay. Ja, ik vind dat heel boeiend, omdat als wij vrouwen, ik zal dat niet over enkel vrouwen scheren, mannen ook, dat is zo'n wereld, heel financieringwereld. Dat staat ver van, en dat is zo wat in een bubbel waar dat het soms moeilijk is om als niet-financiële of zonder financiële achtergrond er volledig door te hebben van hoe werkt dat juist? Want je hebt heel veel verschillende manieren van financiering. En je hebt subsidies, heb je al aangehaald. Je hebt klein kapitaal tot 50.000 heb je al aangehaald. Je hebt grote. Ik ben onderneemster, hoe weet ik nu bij wie ik zou moeten gaan aankloppen? Wat zijn de verschillen daarin en wanneer ga ik naar wie? Wel, we vorig jaar, in september denk ik, officieel aangekondigd, Solifin opgericht. En Solifin is solidaire financiers. Maar dat is echt een Belgische organisatie die specifiek in België zegt van oké, wie is er allemaal bezig met welke soorten financiering? En is dat welke bedragen, maar misschien ook welke sectoren? Er zijn fondsen die echt gespecialiseerd zijn in milieu en die dat dan nooit in andere zaken gaan. Er zijn andere die meer sociale economie gericht zijn. Dus Solifin wil als eerste, dat is een website die ook zegt van we willen het echt in kaart brengen. Het is ofwel voor de investeerders, dat ze heel duidelijk weten waar dat ze staan, maar het is vooral bedoeld voor de mensen die op zoek zijn naar financiering. Is het goed om nu een lening aan te gaan? Of is het veel te vroeg? Kan ik niet beter crowdfunding doen? Of is zaaikapitaal of business angels goed? En ik denk dat het echt ook nood is aan op al die verschillende soorten financiering echt specifiek impactgedreven initiatieven. Mm-hmm. Want als je met een goed sociale innovatie en je komt dan terecht bij een business angel die eigenlijk alleen maar aan centen denkt, dan word je ook niet op de goede manier, denk ik, begeleid. En je worden soms gestretched in een richting dat je helemaal niet zou willen. Mm-hmm. Dus ik denk dat er echt nood is aan specifiek impactgedreven financieringsmechanismen op al die verschillende niveaus in al die verschillende sectoren. En dat is een stuk waar Solifin dus een rol speelt, ook om door te verwijzen, zoals Sociale Innovatiefabriek u ook zou in Vlaanderen doorverwijzen. Solifin doet dat voor België, maar alleen aan de kant van de financiering. Zij gaan nooit zeggen van daar kun je coaching krijgen en daar kun je dat krijgen. Nee. Dus dat is een andere manier om natuurlijk door in dat netwerk bezig te zijn. Er zijn ik weet niet hoeveel events en regelmatig heel toffe initiatieven. En ik zie dat elk jaar groeien. Er zijn conferenties rond impact investeren, sociaal investeren. Er zijn ik weet niet hoeveel, ook Europees. We zien dat jaar na jaar echt groeien. Dankzij de andere kant blijft dat een kleine niche. Als je dat vergelijkt met het traditionele commerciële geld, waar banken 99% van hun tijd mee bezig zijn, dan blijft dat eigenlijk een heel kleine niche. Maar het is wel enorm aan het groeien. En we zien heel veel goede mensen uit de traditionele sectoren die echt wel interesse tonen. En dat is een momentum dat we moeten grijpen en proberen in de volgende 10 jaar echt werk van te maken. Dat dat geen kleine sector blijft, maar dat dat eigenlijk bijna de norm wordt. Mm-hmm. Dat is mijn droom
dat er niet zoiets bestaat als impact investeren, dat eigenlijk alle investeren evident gezien wordt als zijnde rekening houden met alle belanghebbenden en niet alleen met de aandeelhouders. Voor mij is dat een evidentie. Ja, oké. Okay. Super. Is er een bepaalde grote fout die dat mensen maken als ze komen aankloppen voor financiering? Is er zoiets van, dat is nu echt iets wat je niet kan doen of niet mag doen als je zo'n dossier indient? Uiteindelijk heeft veel met indruk te maken. Dus als je, bij wijze van spreken, te laat komt en slecht voorbereid komt, dan heb je daar direct al een stapje achter. Dan moet je heel veel doen. Dus omgekeerd zijn natuurlijk soms ook heel goede verkopers die overal op een podium staan, die overal prijzen winnen en zo. En dat zijn ook niet noodzakelijk de beste investeringen. Ja, ja. Ik heb ooit de wijze les gekregen van iemand die nog veel vroeger dan ik met impact investeren bezig was. En die zei van, never invest in prize winners. En zijn verhaal was eigenlijk, al diegenen die te veel prijzen winnen en te veel op een podium staan, zijn te weinig bezig met hun business zelf. Dus dat vond ik ook een interessante gedachte. Van, je moet je verhaal correct brengen, maar als je daar te gerodeerd in bent en dan is het ook niet meer authentiek. En dus probeert, en natuurlijk ook qua waardering, zien we beide uitersten. Er zijn mensen die niet beseffen dat het idee dat ze hebben eigenlijk een fantastisch goed idee is. En dus dat ze eigenlijk zeggen van we zijn op zoek naar 30.000 of 50.000 euro om dit te gaan doen. En we weten niks van financiering. Dus als je daarvoor de helft van het bedrijf wilt hebben, perfect. Terwijl dat anderen zeggen, mijn bedrijf is al 2 miljoen waard, alleen dat idee. En die dan afkomen met een businessplan waar we denken. En beide werken niet positief. Het eerste geval ga ik eigenlijk bijna samen met die ondernemer zeggen van, nee, we moeten dat hoger zetten. We gaan dat hoger, we gaan nog geld ophalen en we gaan dat wat hoger zetten. En daardoor krijg je natuurlijk een band. Als die persoon die weinig van financieren weet, en jij helpt hem eigenlijk om ook zijn eigen waardering hoger te krijgen, niet gebaseerd op lucht, maar gebaseerd op eigenlijk echt wel potentieel, dan denk ik dat je een band bouwt voor de rest. En dan geloof ik heel hard in mijn visie van ecosysteem, door het feit dat ik en in een zaaikapitaalfonds zit, en in crowdfunding, en in SI2Fund Social Impact Fund, maar eigenlijk ook nog altijd bestuurder bij Coris. Coris kijkt ook naar positieve impact. Alleen zijn zij meer finance first, dus ze zijn alleen geïnteresseerd in de dingen die ook marktconforme rendementen oplevert, bij wijze van spreken. Maar doordat ik vroeger in de keten en vroeger met heel veel social entrepreneurs al bezig ben voordien, de beste daarvan, die gaan op een bepaald moment ook 5 miljoen nodig hebben. Ja, ja. En die zijn misschien, en dan heb ik er al een stapje voor bij door te zeggen van kijk, en dat weten de mensen ook die echt willen groeien naar heel groot en heel ambitieus zijn, komen ook een stuk daarom bij mij, omdat niet alleen dat zaaikapitaal kan leveren, maar misschien op lange termijn willen ze ooit door Colruyt overgenomen worden, bij wijze van spreken. En dat is een stuk soms een aantrekkelijk punt. En voor anderen is dat juist een reden om niet bij ons te komen, natuurlijk. Ja. Als je in de retail zit en je hebt schrik van, maar als de bedoeling uiteindelijk is dat het ooit overgenomen wordt, ik wil toch zelfstandig, ik geloof in mijn verhaal. Zo heb ik er ook al tegengekomen, fantastische verhalen, die uiteindelijk eerder schrik hadden om iets met Colruyt te maken te hebben. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Onze podcast, zoals je weet, is voornamelijk gericht op vrouwelijke ondernemers. En zeker de vrouwelijke ondernemers die al eventjes bezig zijn, maar die nog niet in het scale-up verhaal zitten. Dus die grote badge die er eigenlijk daartussen zit. We hebben zelf heel veel onderzoek gelezen, maar ook heel veel onderzoek gedaan. En we merken dat toch telkens terugkomt dat alles wat rond financiën is, rond cijfers kennen, rond uw eigen bedrijf goed kennen, op basis van cijfers, dat voor vrouwen zeer moeilijk blijft. Niet iedereen natuurlijk, maar dat er een groot deel is die daar heel veel moeite mee heeft. Wat zijn volgens jou toch een soort 5 keycijfers die je moet kennen om goed met je business bezig te zijn? Die belangrijk zijn om een basisinterpretatie van het rollen van je business te hebben. Dat was dus de vraag die ik beter had voorbereid. Maar
Ik kan daar niet zo direct op antwoorden. Het lijkt mij superbelangrijk dat je in het begin je plan heel kritisch bekijkt. Mm-hmm. Wat we altijd zien is dat bijvoorbeeld ontwikkelingen in IT onderschat worden. Dat duurt altijd veel langer en dat kost altijd veel meer dan voorzien. Maar natuurlijk, als je dat weet, dan passen ze dat aan en dan is het meestal nog zo. Dus dat is echt heel, heel opvallend. Dus in die zin, als je met een voorzichtig plan, voorzichtig qua opbrengsten en overschatten qua kosten, als je dan nog ongeveer boven water kunt blijven zonder dat je 20% rendement haalt, is voor mij aantrekkelijker. En als je het dan nog haalt, dan is het helemaal, dan is het overperformen van wat je doet. Wat we meestal zien is het omgekeerd, dat mensen de hockey sticks gebruiken en dat ze eigenlijk denken van ja, dat gaat hier ongelooflijk elk jaar 100% groeien. En dan halen ze het niet en blijken de kosten hoger te zijn en de inkomsten lager te zijn. En dus ook heel je waardering valt dan onderuit. En je begint dan spanning te krijgen tussen investeerder en ondernemer. Dat je eigenlijk zegt van, maar die, dat is niet de, voor mij is de betere manier het conservatief inschatten. En dan investeerders vinden die aan die waardering ook nog geïnteresseerd zijn. En dan lijkt mij, dan kunnen samen bouwen. En natuurlijk moet je dan proberen om je cijfers te kloppen en beter te doen. En als je dat hebt, heb je helemaal een goede basis om verder te groeien. Dus is het natuurlijk kijken naar wat zijn de grote kostenposten en niet op de kleine details, maar wat zijn de grote kosten? En dat is vaak personeel, is dat het allerbelangrijkste. Oké, kun je met dat personeel dat je voorziet, zo'n omzetstijging van 100% per jaar, kun je dat wel aan? Allee, dat zijn de eerste evidente zaken van om te vergelijken, van is het realistisch. Maar één keer dat je dan bezig bent, ja, dan moet je geen dashboard maken van 50 KPI's, maar maak er dan zoek 3, 4, 5 die allerbelangrijkste zijn voor je business. Ook social KPI's, dus ook die social. Het heeft geen zin om een lijst met 20 of 17 SDG's te gaan af de box, de check the box doen voor al die dingen, hebben we overal op ingezet. Nee, kies er 1 of 2 of 3 die echt voor uw business superbelangrijk zijn en volg die dan op. Mm-hmm. En op voorhand dat zeggen, dat is heel moeilijk. En in het algemeen dat zeggen, is ook heel moeilijk. Dus ik kan nu eigenlijk niet veel antwoorden op de vraag wat zijn nu de 5 belangrijkste cijfers. Ik vind dat al een hele mooie om te zeggen van inderdaad, kies 2, 3 dingen die voor u belangrijk zijn, gaat dat meten en toetst dat af of dat je inderdaad onderperformt of boven verwachtingen. Ik denk dat er al een hele mooie leerrijke is die mensen wel echt kunnen toepassen. Ja, want ik denk dat we allemaal een beetje snel overweldigd zijn als we onze financiën moeten doen en al de cijfers moeten begrijpen en dan met al die cijfers bezig te zijn. Vandaar ook de vraag. Het is soms moeilijk om af te toetsen, oké, met welke 3 cijfers hou ik mij nu echt bezig? En dat kunnen cijfers zijn rond geld, maar dat kunnen misschien ook cijfers zijn puur over doelen dat je moet halen of aantallen die je moet halen in plaats van alles echt uitgedrukt in geld. Ja, langs de andere kant, in snel groeiende bedrijven wordt vaak gezegd cash is king. En dan is het inderdaad, je moet de financiering ook tijdig. Dus niet alleen wachten tot als je een boekhouder achteraf de cijfers heeft, maar dat je het eigenlijk beheert. En soms is dat per week of per dag dat je moet weten, maar kom, ga ik wel op tijd genoeg die facturen betaald krijgen. En daar dan, het is niet omdat je een sociaal ondernemer bent dat je moet flexibel zijn en akkoord zijn dat mensen hun facturen te laat betalen. Nee, daar zou je kunnen. Allee, daar. Dus sociaal ondernemen is niet zo verschillend met gewoon ondernemen. Dat is gewoon iets extra aan je ondernemen toevoegen, maar al de rest blijft hetzelfde. Nee, je moet gewoon echt ondernemen. Je moet op het einde van de rit je rekeningen kunnen betalen. Mm-hmm, dus in die zin, als je dat geïntegreerd model hebt, moet je proberen je omzet zo groot mogelijk te hebben. En moet je kosten zo laag mogelijk proberen te hebben. En als je dat hebt en je hebt een model gevonden dat werkt, het voordeel van sociaal ondernemen is dat je volgens mij ook investeerders hebt die bereid zijn om tegen een laag rendement te investeren. En dat is het grote voordeel. Dus je kunt wat meer risico misschien nemen, of je kunt wat geduldiger opbouwen en wat lagere rendementen. Ja. En
voor mij als investeerder, als ik terugkijk naar de laatste 10 jaar, wat zijn de meest succesvolle? Ja, dat zijn zo zaken zoals in sociale huisvesting, waar je ziet van je kunt perfect woningen bouwen en die verhuren aan 3 of 4% aan, via sociale verhuurkantoren en zo de enorme wachtlijsten in de sociale woningmarkt meehelpen wegwerken met privékapitaal en toch 3% rendement. Mm-hmm. Maar natuurlijk niet als je 10% of 15% rendement gaat halen, dan ga je dat niet kunnen krijgen. Maar dus op zoek gaan naar wat zijn de zaken die werken en als je dat gevonden hebt, dat zodanig structureren dat je met impactinvesteerders en mensen die bereid zijn om wat lager rendement te hebben, kunnen volgens mij heel mooie dingen maken die echt schaalbaar zijn. We hebben dat in sociale huisvesting, maar je hebt dat ook in hernieuwbare energie. Als je al die windcoöperaties, ja, die weten, je kunt perfect aan 4-5% investeren in windenergie. En dus je vindt ook mensen die daar kapitaal willen insteken. En als je weet dat je dan nog 80% kunt lenen bij de bank aan 2%, dan weet je eigenlijk dat je wel degelijk een rendement kunt halen dat vrij zeker is en mooi is. En dus zoeken wat zijn zaken die al werken en dat dan met de juiste financiële structuur daarachter nog optimaliseren om meer impact te hebben. Anderzijds heel veel dingen proberen en opvolgen. En ook op tijd de stekker uittrekken. Dat is iets dat ik als tot scha en schande geleerd heb als investeerder. En dat is misschien nog meer een probleem omdat sociale ondernemingen zijn. Je gelooft zo erg, ja, maar er is echt wel een nood. En dat is toch goed wat dan we doen. En dus, we gaan er nog een beetje bij geld bij steken. En nog een beetje geld, en nog een beetje geld. Ja. En op een bepaald moment zitten we dan helemaal tot de limieten van ons fonds bijvoorbeeld, waar dan we zeggen van, ja, dit gaat nu niet meer. Het voorbeeld dat je daar juist aan dacht. Ja, wel, ik weet dat ja. Was de borstvoedingswinkels, dat is uiteindelijk fout gelopen, omdat we eigenlijk aan onze limieten zaten van ons fonds. We konden niet meer verder investeren. Terwijl ik nog altijd geloof dat dat een fantastisch verhaal had kunnen zijn, dat wij nog 5 winkels kunnen openen. De markt was er en de social return is ook heel duidelijk. Je kunt perfect aantonen dat het eigenlijk heel positief is als mensen meer aangemoedigd worden om langer borstvoeding te geven. Helaas is het fout gelopen. En dat is fout gelopen ja, omdat we eigenlijk misschien hebben te lang gewacht om die stekker uit te trekken. Maar dat is heel moeilijk, omdat ik er heel hard in geloof. Ik zou er nog eens opnieuw willen in. Ja. Ik heb je zien spreken in een toekomstatelier. En ik herinner me hoe gepassioneerd dat je over dat project in Babbel waart. Het is me altijd bijgebleven. Dat is ook het eerste dat ik vertelde tegen Jana. Dus eigenlijk moeten we echt wel op zoek gaan naar die economische drijfveer. Hè? Want als je op zich wel kijkt naar de onderzoeken, een beetje tussen het vrouwelijk ondernemerschap en de mannen, is het dat de vrouwen iets meer geneigd zijn om tevreden te zijn met de inkomsten van hun onderneming of van hun bedrijf. En niet tot het uiterste gaan voor zo winst mogelijk of zo succesvol mogelijk te maken. Ik denk dat wij daar misschien ergens een beetje een mindset of een verandering moeten brengen in onze money mindset. En ervoor moeten zorgen dat eender welk project, en of dat nu inderdaad een sociaal-maatschappelijk project is of een andere onderneming, dat niet uitmaakt en dat je altijd ervoor moet zorgen dat zo succesvol mogelijk en zo winstgevend mogelijk ook is. En bij mij is dat dan vanuit de drijfveer van om meer impact te hebben. Ja. Dus je kunt heel tevreden zijn dat je iets hebt dat eigenlijk positieve impact heeft en dat je van kunt leven. En het daarbij laten. Maar natuurlijk, als je zoals een sociaal ondernemer gedreven door een maatschappelijk probleem, dan zeg je, ja, maar dat probleem is daarmee nog niet opgelost. Hè, dus kan ik dat niet nog meer doen? En moet ik dat zelf doen met mijn eigen bedrijf? Of mag ik gewoon gekopieerd worden als iemand anders datzelfde doet en ik heb een goed model? Misschien moeten we dat franchiseren en mijn franchise werken, maar dan moet ik dat allemaal niet doen. Ja. En dat is heel mooi bij die social entrepreneurs. Ik denk dat van al die Ashoka Fellows, die 80% van de beste social entrepreneurs van de wereld. Dat zijn het netwerk van Ashoka is 4000 mensen die ze geselecteerd hebben op 40 jaar tijd, die echt innovatief zijn, een goed hart hebben en heel ondernemend zijn. 80% wordt daar gewoon van gekopieerd. En het toffe is dat die dat fantastisch vinden. Die zeggen van, ja, maar dat is... Dus een klassieke ondernemer die gekopieerd wordt, die gaat een proces aandoen of die gaat een advocaat onderaan nemen om die zeggen, ja, maar ik had iets gevonden om geld op te verdienen. Social entrepreneurs, die misschien ook een model hebben om geld op te verdienen, die zijn content als er anderen dat ook beginnen te doen. Eindelijk, want dan wordt tenminste een maatschappelijk probleem aangepakt. En dus voor mij, het willen groeien, zit bij mij, ik ben natuurlijk een man, misschien...
daarin ook, maar ik denk dat dat juist de trigger kan zijn om ook vrouwelijke ondernemers te overhalen. Ja, maar je doet het toch voor een maatschappelijk doel. Ja. Dus hoe meer dat je dat kunt doen, hoe beter toch. Ja. Dus op die manier stimuleren, niet omdat je nog meer geld moet gaan verdienen, maar eerder van ja, je moet geld verdienen om te kunnen groeien, maar doet het voor je doel, voor je positieve impact. Hoe meer dat je groeit, hoe meer dat je kunt helpen ook. Hè? Voilà. Ik denk dat dat wel een hele mooie drijfveer is om de podcast een beetje op zijn einde te brengen. Ja, we zijn ondertussen, ik zie onze technische man heeft al een paar keer aangegeven dat we aan onze tijd zitten. Enorm bedankt om tijd te maken voor ons, om op onze podcast te komen, om te spreken over de sociale impact voor die vrouwelijke ondernemers die gaan luisteren. En, ik denk dat we zelf ook nog veel bijgeleerd hebben vandaag. Zal zeker zijn, absoluut. Dus enorm bedankt en tot ziens. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Dag.